Ik ben Elisabeth Ebbing en ik ben auteur van Licht het aan je stem? Licht het aan je stem? Dat zou best kunnen. Ik ben al sinds mijn vroegste jeugd gefascineerd door de stem. Want de stem is zeg maar tussen twee lichamen de luchtbrug. Magic. En de stem is ook het meest belangrijke beïnvloedingsinstrument wat we hebben. Ik ben altijd verbaasd dat heel veel mensen de hele dag spreken over vaak hele belangrijke onderwerpen, maar helemaal geen idee hebben van wat ze nou eigenlijk doen met hun stem. En dus ook helemaal geen idee hebben wat voor lading ze aan hun woorden meegeven. En ligt het aan je stem, gaat over precies dat: wat je bedoeling is en hoe je dat met je stem lading kunt geven. Ik beschrijf vier dimensies van de stem. Dat is hard-zacht, de machtsdimensie; snel-langzaam, de energiedimensie; hoog-laag, dat is de beïnvloedingsdimensie; en uh, hees-scherp, en dat is de intimiteitsdimensie, de gevoelsdimensie. Dus uh, wanneer je bijvoorbeeld meer vriendelijkheid wilt, dan moet je meer hoogte toevoegen. Of wanneer je meer beter grenzen wilt stellen, dan heb je meer scherpte nodig. En als je feit wil geven, of heel inhoudelijk wilt spreken, dan ga je eerst omhoog en dan omlaag. Onnatuurlijk? Nee, helemaal niet. We gebruiken van nature allerlei verschillende stemmen zo door de dag heen. Ik bedoel, iedereen hier roept uh, poes, 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 dus heel hoog naar de poes. En iedereen zegt bello, af, naar de hond, dus hier is heel laag. En dat doe je vanzelf. Dat is niet onecht, dat is niet onnatuurlijk, dat is geen manipulatie. Dat is gewoon waar de stem voor gemaakt is. En als je goede bedoelingen hebt en je wilt dat die goed overkomen, dan is het vanzelfsprekend dat je je stem daar ook voor inzet. In licht aan je stem gaat blijken dat iedereen, elke stem, alles kan uitdrukken. Jij ook.